Zondag 21 is aan de beurt. En weet je waar zondag 21 over gaat? Dat gaat erover of je echt lid bent van de kerk van de Here. Of jij zijn kind mag wezen. En als dat zo is, zegt zondag 21, dan krijg je ook vergeving van zonden. Om Jezus wil. De vraag van zondag 21, waar deze zondag mee begint, is: wat geloof je van de heilige algemene christelijke kerk? En om dat goed te kunnen begrijpen, gaan we eerst een wandeling maken. We gaan een wandeling maken over de heide. Een mooie, grote heide. Tenminste, dat was het eerst. Maar er gaat steeds meer gras groeien. En er komen steeds meer jonge boompjes op zaadjes. Die boompjes worden, als dat nog een poosje zo doorgaat, dan is er straks helemaal geen heideveld meer. De baas van de heide vindt het jammer. En hij zegt: ik weet wel hoe dit komt, want er is geen schaapskudde die het gras opeten en die de blaadjes van de bomen opeten. Er is geen schaapskudde en daarom groeit de heide straks helemaal dicht en dan heb ik geen heide meer. Weet je wat ik doe? Er moet een kudde komen met een herder. Een herder met een kudde, zodat het schapen het gras eten en andere planten, dan blijft de heide mooi. Een vriend van de baas wordt een poosje later herder. Maar hij heeft nog geen kudde. En je kunt niet zomaar 100 schapen kopen. Dat zijn er zoveel. Niemand verkoopt in één keer 100 schapen tegelijk. En daarom gaan ze op stap, de baas van de heide, met de herder zonder kudde. Bij een boer in de buurt kopen ze 8 schapen. Van een andere herder op een ander heideveld, daar kopen ze 10 schapen. En ze gaan een keer naar de schapenmarkt en dan kopen ze wel 20 schapen. Maar dan nog is de kudde niet compleet, er komen er nog meer bij tot er een grote kudde is. Maar dan is het nog niet met zoveel verschillende schapen, nog niet een echte kudde. Eerst moeten al de schapen in de schaapskooi bij de heide. Ze moeten aan elkaar wennen. Ze moeten de herder leren kennen. Ze kennen de stem van de herder nog niet zo goed. En voor de herdershand zijn ze nog een beetje bang. Als ze een tijdje in de schaapskooi zijn, dan gaan ze naar buiten. Ze moeten nog binnen het hek blijven. En de herder is erbij. Hij praat tegen de schapen. De schapen wennen aan de hond en ze luisteren ook al een beetje naar de hond als hij ze terug wil sturen. En de kudde blijft al goed bij elkaar. Het wordt een echte kudde. En dan gaan ze met de herder naar de heide. Een echte kudde. Ze kennen de herder. Ze horen zijn stem. En ze volgen hem. Hé, dat lijkt wel over wat ik lees in zondag 10, als het gaat over de Heer Jezus, die zegt: ik ben de goede herder. Waarom vertel ik dit allemaal? Wel, dit past heel goed bij zondag 21. Er wordt immers gevraagd, ik zei het net al, wat geloof je van de heilige algemene christelijke kerk? En dan staat er in het antwoord: de Heere verkiest mensen. Uit alle mensen van de aarde kiest de Heere zijn kerk, zijn kinderen die hem dienen zullen. En dat leren ze hem dienen door zijn woord en door de Heilige Geest. Hé, die schapen uit de kudde, die kwamen overal vandaan en die moest één kudde worden. En zo gaat het bij de kerk van de Heere ook. Het moet één kudde worden. De kudde van de goede herder. De kerk van de Heere. De Heer Jezus zegt: ik ben de goede herder. En weet je wat de goede herder doet? Hij zorgt voor zijn schapen. Hij beschermt zijn schapen. De Heer Jezus beschermt zijn kinderen. Hij zorgt voor hen. Elke dag weer. En weet je wat zo mooi is? Wat zondag 21 zegt.
zondag 21, die zegt: als ik bij die kudde mag horen, dan ben ik een levend lid van zijn kerk. En dat zal ik eeuwig blijven. Als je bij die kudde mag horen, dan mag je daar altijd bij blijven. Hé, het moet één kudde worden. Zorgen de schapen van de kudde bij elkaar? Ja. Bij de herder, wat ik straks vertelde, daar blijven de schapen bij elkaar. En ze letten heel goed op die buitenste schapen van de kudde, die letten goed op welke gevaren er zijn. En weet je wat een schaap doet als er gevaar komt? Dan stampt hij met zijn pootje. En dan kijken de anderen ook allemaal op. Hoe is dat met de kinderen van de Heere? De kudde, de kerk van de Heer Jezus. Blijven die ook bij elkaar? Ze komen bij elkaar in de kerk. Ze lezen samen in de Bijbel en ze bidden samen. Ze waarschuwen elkaar misschien ook wel als er gevaar dreigt. De kinderen van de Heere, die bij zijn kerk mogen horen, staat in zondag 21, die helpen elkaar en die beschermen elkaar. En weet je wat nog het bijzonderste is? Van die kudde, de herder. De herder die zijn schapen bij elkaar houdt. De herder die zijn schapen eten geeft en voedt. En dan denk ik ook aan het heilige avondmaal, als de kinderen van de Heere het brood en de wijn krijgen in naam van de Heere God, van de Heere Jezus. Wat is dat een groot wonder. De Heere Jezus zegt: ik ben de goede herder. En weet je wat het belangrijkste is wat hij doet? Hij zegt: ik geef mijn leven voor mijn schapen. Omdat deze herder, de Heer Jezus, gestorven is, krijgen al zijn kinderen, die hele kudde, zijn kerk, vergeving van zonden en eeuwig leven. Waarom? Om Jezus wil. Uit genade.